Help, ik sta in de fik. En ik word elke seconde heter. En dat is heel chill. Want ja, op die manier kan ik door dit ijs komen. Want ja, ik ben gewoon super heet. En daarom kom ik gewoon heel makkelijk door dit ijs heen. Zoals je nu ziet. En als wij door dit ijs heen lopen, dan kunnen we winst halen. En ik heb nu al 1 win. En zo te zien, is het nu verder komen een stukje moeilijker. Ja, ik kan het alsnog gaan proberen. Misschien krijg ik dan nog meer winst. Maar het lijkt erop dat het wel heel sloom gaat op deze manier. Voor dit stukje moet ik eigenlijk nog veel en veel heter worden. Dus laten we even teruggaan naar het begin. En even kijken wat we kunnen halen met die ene win. En met die ene win kan ik, als het goed is, een huisdier halen. Alleen, waar kan ik dat doen? Hier kan ik dat doen. 1 win. Nou, dat heb ik. Hoppakee. Kijk eens aan. En wat krijgen we? Klop. Een fox. Een common. Oh, ik vind het nooit leuk als ik commons krijg. Maar hey, ik vind het oké. Keer 1.3. Dus ik word nou 30% sneller heet. Nou, laten we eens gaan kijken hoe snel ik er dan nu doorheen kan gaan. Ik denk nog niet heel snel. Want ja, ik ben nog niet heel veel seconden. Zie je? Het gaat nog niet heel erg snel. Ik kom er echt amper doorheen. Oh nee, ik moet echt nog een stukje heter worden. Gelukkig word ik elke seconde heter. En gelukkig heb ik ook Robux. Dus hey, kijk eens hier. Wat zien we hier? 400 Robux voor een flaming egg. Laten we die dan gewoon kopen. Spenden die handel. Spenden die Robux. Come on. Daarom zijn jullie geabonneerd om die Robux te zien gespend worden. En wat krijgen we? Een legendary. Nou, kijken of we nu snel gaan. Keer 30. Nu gaat het lekker rap. Hopsakee. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Nu moet ik er toch makkelijk doorheen kunnen. Ja. Ja, ja, kom op. Waarom gaat het niet keer 30? Het moet veel sneller aan me heet worden. Hé, huisdier, als je nou even je ding doet, dan zou het heel handig zijn. Kom op, kom op, kom op. Het moet keer 30 gaan. Oh, ik kan zelfs ook drukken, of niet? Of zo. Of kan ik tappen? Ik heb geen idee. Ah, ik moet met mijn muis klikken. Kijk eens, dat wist ik niet. Blijkbaar als ik met mijn muis klik, dan krijg ik dus plus 30 nu de hele tijd. Nou, dat doe ik nu. En zoals je ziet, gaan we als een speer. Let's go! Kijk, dit is wat we nodig hadden. Dit is wat we nodig hadden. En boom, waar is die win? Waar is die victory? Die allereerste. Hoppakee, oké. Okay. Weet je wat? Ik ga nu gewoon even heel veel klikken. Even heel veel klikken, zodat ik veel en veel heter word. Links zie je hoe heet ik ben. Ik ben nu op dit moment 1000 heet. En kijk, nu kan ik hier ook gewoon doorheen redden. Ja, 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 ja. Oh, wat hou ik toch van Robux. Robux is geweldig. Door Robux kan ik dit soort dingetjes doen. Zeg maar, ik spend gewoon een beetje Robux. En ik ben opeens super OP. Let's go. Ja, daarvoor zijn jullie geabonneerd, dames en heren. Om die Robux te zien gespend worden. En kijk eens aan. We gaan er makkelijk doorheen. En boom. Je hebt 2 wins. En kijk, we komen hier ook gewoon weer makkelijk doorheen. We hebben dus nu in totaal al 3 wins. Zoals je links ziet. Ja, we gaan gewoon kijken hoe ver we kunnen rennen. Want dit gaat eigenlijk best wel goed op deze manier. Ik kan ook nog zelfs autorun aanzetten. Dan hoef ik zelf niet te lopen. En dan hoef ik alleen maar te klikken, klikken, klikken. Come on, Mick. Ren door dat ijs heen. Jij bent de allerheetste persoon ter wereld. Heel raar om mezelf heet te noemen. Maar hey, let's go. En ik zie rechts ook, zeg maar. Ik denk dat we bij dat vlaggetje moeten komen. Bij dat rode vlaggetje die je hier rechts ziet, zeg maar. Ik denk dat dat een soort checkpoint is. Dus laten we gewoon proberen om daarheen te gaan. Maar ja, dat gaat wel eventjes duren, zo te zien. Want zo snel gaan we nou ook weer niet. En boven zie ik ook nog eens in beeld dat we over 50 seconden een cadeautje krijgen. Ik ben heel benieuwd naar dat cadeautje. In ieder geval, we hebben op dit moment al 10 wins in totaal. Dus dat is lekker. En we zijn op de helft. Dus hey, het gaat de goede kant op. Het enige wat ik moet doen is klikken. Moet je al dat vuur om mij heen zien? Het is niet normaal. En blijkbaar kunnen mijn huisdieren ook level omhoog gaan. Namelijk, mijn fox is nu level 2. En mijn flaming shineblock is nog maar level 1. Maar als ik hier naar pets toe ga, zie je dat ze pet XP krijgen. Dus hey, als die shineblock zeg maar omhoog gaat, dus hij wordt dadelijk level 2. Dan geeft hij mij dus nog meer vuur per klik, zeg maar. Dus dan word ik nog sneller heter. Dus hé, dit wordt alleen maar beter. En blijkbaar had ik mijn cadeautje gekregen, maar ik heb gewoon niet gezien wat mijn cadeau was. Oh, hier. Claim, claim, claim. Hoppakee. Hoppakee, allemaal geclaimd. En we zijn bijna bij het vlaggetje, zo te zien. We zijn gewoon op dit moment letterlijk al de beste van heel de server, zoals je ziet. We lopen gewoon, zeg maar, die noob zitten allemaal daar achter. Nog bij dat beginnersgebied. En ik zit al helemaal hier. En volgens mij zijn we er bijna, dames en heren. We hebben al een heel stuk gelopen. En ik zie dat vlaggetje. Hij komt aardig dichtbij. Op die map daar rechts zie je het, zeg maar. Ik denk dat ik elk moment er ben. En ik ben echt heel benieuwd wat dat vlaggetje inhoudt. Dadelijk, dit kan één grote teleurstelling worden. Of iets heel cools. Misschien een hele nieuwe lobby. Ik hoop daarop stiekem. Volgens mij ben ik echt heel erg dichtbij nu. En oh, you got 11 wins. Oké, ik denk
denk dat dat de laatste winst is. En dat het volgende wat ik tegenkom is dat vlaggetje. Zoals je ziet hebben we in totaal nu ook al 43 winst. Dus hey, we kunnen dadelijk ook echt een hele goede pet halen. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik ben zelfs al voorbij dat vlaggetje nu. Ben ik nou al voorbij dat vlaggetje? Ik heb geen flauw idee. Gaan we nog iets zien? Wordt het een grote teleurstelling, dat vlaggetje? Ik zeg maar, ik ben nu letterlijk op dat vlaggetje, zoals je daar kan zien. Maar ik weet niet of het nu elk moment gaat komen of dat het zeg maar niks is. Oh, ik zie daar opeens links in beeld reset to spawn. Oké, volgens mij is het dus een ander gebied waar we nu terechtkomen. En ja, ja hoor, kijk eens aan waar we nu zijn. Eens even kijken wat ik hier allemaal kan doen. Hier kan ik bijvoorbeeld voor 500 winst een Oblivion Egg kopen. Oké. Nou ja, weet je wat ik ga doen? Ik denk dat ik gewoon, ja, ik heb nog geen 500 winst, dus dat is een beetje probleem. Ik denk dat ik gewoon verder ga. Ik denk dat ik namelijk heel snel heel veel winst hier ga krijgen. Zo'n idee heb ik gewoon. En oh, ik moet. Oh. Het gaat hier ook iets minder snel nu ik, zeg maar, nu ik hier bezig ben. Ik dacht, ik kan hier ook zo doorheen rennen, maar dat is blijkbaar niet hoe het gaat. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon even één keer kijken hoeveel winst ik hieruit kan halen. Volgens mij gaat het ook best wel goed met mijn huisdier. Ja, die is bijna level 2. Dus, weet je, ik ga nog even kijken hoeveel winst ik nu krijg hiervan überhaupt. Want ik ben daar gewoon, best wel benieuwd naar. Misschien krijg ik wel in één keer 100 winst. Ja, dan kan ik beter de hele tijd dit doen. Ik kom er letterlijk niet eens meer doorheen. Zien jullie dat? Ik ben gewoon niet heet genoeg. Oh, en ja. You got 20 wins. Oké, dat valt best wel tegen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hier gewoon even zo, rebirth, one heat. Oké, we gaan gewoon rebirthen. Hoppakee. Dan betekent dat we weer helemaal bij het begin komen. Maar we krijgen nu wel plus 2 hitte per seconde. Dus hey, het gaat nu wel een stukje sneller. En we hebben die 111 winst nog steeds. En wat ik hier gewoon ga doen, ik ga even ik ga gewoon zo'n frost egg openen. En ik ben heel benieuwd wat ik daarin krijg. Kom op, een frost dog. Nice. En die geeft mij, hoeveel geeft hij mij? Keer, kijk eens aan, dat is wat we willen hebben. Keer 4,9. En weet je, ik open er gewoon nog één. Ik heb gewoon zoveel mogelijk van die dingen nodig. En wat? We krijgen een ultra rare. Oké, die moet wel echt super goed zijn. Keer 5,9. Oh ja, zeker. Die is goed. En ik kan trouwens nog een huisdier. Dus ik open deze ook even voor 10 wins. Dan heb ik een maximaal aantal huisdieren. En opnieuw een ultra rare. Wat een geluk. Plus 3,7. Dan krijgen we nu in plaats van 31 per klik, krijgen we 45 per klik. En dan kunnen we hier zo makkelijk doorheen rennen. Daar zeg je u tegen. Ja, dames en heren, dit was een hele slimme optie. En de volgende rebirth kost mij 10.000 heat. Oftewel, dan moet ik hier 10.000 hebben staan. Nou, op dit tempo gaat dat aardig snel. We moeten gewoon heel snel klikken. Ik zet gewoon die autorun eraan. En ik ga gewoon klikken, klikken, klikken. Let's go. Hoppakee. Kijk eens aan. Ik heb 1 win erbij. Maar, hey, dit gaat steeds sneller straks. Ik moet gewoon even een stukje heten, hoor. Come on. Klik hem mee. Kijk hoe snel dit gaat. Ik zit nu al op 2000 heat. Ik moet gewoon even snel op die 10.000 komen. Dat is gewoon even mijn doel. Want des te heter je bent, des te sneller je ook gaat rennen. Dus hey, dat is het nice eraan. Ja, en we zijn eventjes verder. En we zitten nu al op 7k hitte. En we hebben ook 23 winst weer. En we gaan gewoon weer richting die eerste checkpoint. Dus dit gaat wel erg nice. En dit is helemaal toppie. En ik denk dat de beste tactiek die je kan doen is gewoon zo ver mogelijk proberen te komen de hele tijd. Want dan krijg je gewoon echt heel veel winst uiteindelijk. In het begin gaan de winst namelijk heel slow. Maar ja, nu ik zeg maar alweer een stukje verder ben, klimmen die winst wel aardig omhoog. En ja, we zitten op de 10k hitte, kom op. Ja, we zitten erop. En ik kan nou, zeg maar, deze hier doen, de rebirth. Maar ja, het geeft alleen maar plus 1 heat per seconde. En eigenlijk denk ik dat veel te weinig. Ik vind dat gewoon zonde. Dus ik kan veel beter gewoon proberen zo ver mogelijk te komen. Zodat ik gewoon goede huisdieren kan krijgen. In plaats van dat ik mijn geld, zeg maar, of dat ik, ja, weer helemaal opnieuw moet beginnen voor plus 1 per seconde. Terwijl nu elke klik is 46. Dat, ja, waarom zou ik niet doorgaan? En volgens mij zijn we ook weer bijna aangekomen bij het, bij die checkpoint, zeg maar. Ja, kijk eens aan. Hallo, checkpoint. Ja, ik heb dus nog steeds niet, ja, nog langer na niet 500 wins. Maar ik denk persoonlijk, als ik door die stage 2 een stukje verder ga, dat ik dan wel heel snel richting heel veel wins ga. En zoals je ziet, ik kom er nu al een stuk makkelijker doorheen dan de vorige keer. Sterker nog, ik kan gewoon rechtdoor blijven lopen. Dus dit is al een stukje beter. Dus nu kunnen we eventjes gaan voor echt veel wins, zeg maar. Kijk mij gewoon door dit ijs heen gaan. Ik ben super heet, maar dan ook echt super heet. En ja,
alles zwelt als letterlijk water. Oh, nu wordt het wel wat lastiger. Maar hey, we gaan er altijd nog doorheen. Ik ga strijden. Ik ga klikken voor mijn leven. Kom op, Mick. Word heter. Kom op, Mick. Jij kan dit. Jij bent een hete jongen. Dat klinkt zo raar. Ja, ik denk gewoon als we namelijk nu er doorheen gaan, dan krijgen we zelfs 40 wins. En dan misschien daarna 80. Dus hey, we moeten gewoon hier doorheen. Ik wil gewoon... Ik wil dat. Ik wil gewoon even hele goede huisdieren kunnen kopen. En daarvoor heb ik gewoon winst nodig. Dus hey, kom op, bro. Ga er doorheen. En kijk eens aan. We zijn er doorheen. Plus 25 winst weer. Oké, dat was wel een beetje een tegenvallen. Ik had wel ietsje meer verwacht. Maar dat maakt niet uit. Weet je wat we gaan doen? We kunnen namelijk gewoon volgens mij gewoon op deze reset-knop doen. Go back. Reset. Will reset all your win. All the win gates. And your heat. Maar dat wil ik niet. Maar ik wil niet dat... Waarom zou ik mijn heat resetten? Reset al... Dan kan ik net zo goed dit doen. Nee, dat wil ik niet. Ik dacht dat mijn hitte dan zou blijven. Dat ik er gewoon opnieuw doorheen zou kunnen lopen. Maar dat gaan we niet doen. Mick, we gaan gewoon strijden. We gaan gewoon naar die volgende checkpoint op deze manier. Ik wil er gewoon naartoe. Het maakt me niet uit. Kom op, Mick. Kom op, ga door dat ijs heen. Ik wil even kijken hoeveel winst we namelijk krijgen als we nu naar de volgende checkpoint gaan. Dat moet toch wel op zijn minst 40 of zo zijn. Kom op. Ik wil gewoon eindigen met 200 winst. Dan wil ik gerust een rebirth doen. Want dan kan ik op zijn minst die 200 winst pet kopen, zeg maar. En daar ben ik gewoon benieuwd naar. Ik wil die 200 winst pet kopen. En kijk eens aan, we gaan er nu al een stukje makkelijker doorheen, zo te zien. Hoppakee, 30 winst erbij. Oké. Hey, ik klaag niet. Nogmaals, ik wil gewoon eindigen op 200 winst. Ik wil even die 200 winst halen. Ik ga hier niet stoppen totdat ik dat heb. Ik geef niet op. Nog iets van 44 winst. En ik heb het gevoel, na 54 winst bedoel ik. En ik heb het gevoel dat ik dat het snelste kan krijgen op deze manier. Al heeft mijn poppetje er op dit moment wel moeite mee, moet ik zeggen hoor. Maar hey, ik blijf klikken. We zijn 27.000 heet. En dit ijs laat het alsnog niet echt toe. Oeh, maar hey, we zijn er weer doorheen. Je hebt 35 wins. Oké. We zitten nu op 181. En oh, mijn poppetje heeft echt moeite ermee. Maar hey, als we nu nog één keer zeg maar zo'n finishlijn halen, dan hebben we sowieso die 200 wins. Dan ga ik een rebirth doen en een 200 wins pet kopen. En dan gaan we echt als een malle. Dus hey, Mick, ik snap dat dit een beetje claustrofobisch is. Zeg maar, je moet er echt doorheen strijden. Maar kom op, doe het voor ons. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar het ijs is een soort van gebukt. Ik kan gewoon letterlijk nu overal kijken. En zoals je ziet, daar moeten we heen. Die lijn daar. Dus, we kunnen nu wel zien dat we aardig dichtbij al zijn. En dat we niet moeten opgeven nu. Kan ik niet gewoon nu springen? Het zou echt zo vet zijn als ik nu kon springen en gewoon hier overheen kon lopen. Maar dat gaat helaas niet. Oh, en we zijn er bijna. Ja, 200 wins. Oké, dan gaan we nu gewoon voor die rebirth. Let's go. En dan kunnen we nu dus de pet gaan kopen. We zijn gerebirth. We worden even een stuk ijs gezet of zo. Maakt niet uit. En dan kunnen we hierheen voor 200 wins. Kom op. Daar moeten we wel een hele goede uitkrijgen, toch? Daar moeten we wel een hele goede uitkrijgen. Geef me ook iets goeds. Een uncommon. Oké. Ik had liever iets anders gespeeld. Keer 7,5. Oké. Even kijken. Dan moet ik eentje unequippen. En dan ben jij. Ja, gewoon equip best. Druk ik op. Zo op. Oké. Equip best. Ja, let's go. We hebben nu 56 hitte per seconde. En zoals je ziet, worden we nu al een stukje sneller heten. Kijk hoe snel ik nu al ga rennen, dames en heren. Dit is nog niet normaal. En dan gaan we dan. Let's go. Kijk, zo moet het. Zo moet het. Kijk, dit is nice. Dit is zeker nice. Kijk me dan doorheen gaan. Hoppakee. Dat zijn de eerste. De winst. En, oh, nu gaan we alweer een stukje slomer. Maar, hé, als we blijven klikken, want elke klik krijgen we 57 hit erbij, dan moet dit de goede kant op gaan. Kijk eens aan. Ja. Dit gaat zeker erg nice, dames en heren. Ik ben helemaal tevreden. Ik ben super heet. Wil je nou nog meer Roblox zien? Klik dan snel op deze video. Ja, dit is ook een hele leuke Roblox video. Doe ik even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik Mick out.